Maar hoe was het daar? Leuke mensen ontmoeten in Parijs, even bij dat gala? Ja, dat zijn altijd mooie dingen. Je ziet weer natuurlijk veel oude gezichten. En ja, dan loop je een beetje daar rond. En dan moet je ook nog eens een wedstrijdje spelen. Dat is ook altijd weer lachen even met die gasten, weet je wel. Dus, met die oude sterren van weleer. Ja, maar dus je komt steeds weer dezelfde gezichten tegen daar. En dat, ja, die zie je dan een tijdje niet. En steeds op dat soort events, dan zie je ze weer even. En Messi had ik al een tijdje niet gezien. Dus dat was wel leuk. Ja. En mensen van Nederland zelf er ook bij, bekende? Virgil was erbij, ja. En? Maar die zag ik op een afstandje, dus die was niet, volgens mij was hij niet blij. Hij was een beetje kritisch over me. Dus, oh ja? Ja? Zijn die niet? Nee, hij kwam niet naar me toe. Maar dat is belangrijk. Dat was laatst ook al zo, toen Van Basten wat over hem gezegd had. Was hij ook gelijk in zijn wiek geschoten? Hij kan niet echt tegen kritiek, hè? Nee? Nee, dus we moeten een beetje rustiger... Dus niks meer over Virgil zeggen? Nee. Wat? Hij speelde toch niet goed. De laatste 2-3, maar ook de WK vond ik hem niet goed spelen. Nee, maar dat mag je blijkbaar niet zeggen. Oh. Er zijn spelers die dan kunnen... Dan zeggen we dat niet meer, hè? Nee, dus dat zeggen we niet meer. Jij vond het ook wel eens vervelend, toch, Wes? Wat? Jij vond het ook wel eens vervelend als je kritiek kreeg? Nee, op mijn spel? Ja? Nee, er was weinig kritiek op mijn spel. Nee, maar dat kritiek op het spel, dat moet het kunnen. Nee, ik had meer moeite met de dingen ernaast, eromheen. Die gesuggereerd werden allemaal. Ja. En dat vond ik minder. Dat vond ik niet leuk. Nee, maar als het over je spel ging en ook als je een keer minder. Maar dan weet je toch, als voetballer, Virgil weet toch ook wel dat hij in een mindere periode zit. Maar dat is ook helemaal niet erg. Nee.